David, we zitten aan de J. En hier staat jihad. Jihad. Meteen denken aan Jihad van Liefde, het boek van Mohammed el-Bashiri. Dat jij opgetekend hebt. Het verhaal dat jij opgetekend hebt, ja. Zijn verhaal. Zijn verhaal. Mohammed die zijn vrouw heeft verloren bij de aanslagen hier in Brussel. En toen hij mij vertelde, ik heb een tekst geschreven, Jihad van Liefde. Daar was hij ook mee op televisie gekomen in het programma De Afspraak. En dat las hij pal in de camera voor. Dus was op kerstavond. Dat was eigenlijk echt ongelooflijk qua boodschap. Mm-hmm. En hij had nog meer teksten geschreven. S'avonds als hij zijn drie kinderen... Hij staat er alleen voor met drie kinderen ineens. En s'avonds als de kinderen in bed lagen... zei hij, schrijf ik op me in de vorm van een WhatsApp-bericht. Want... Ik zeg, kan je even uw tekstbestanden doorsturen of zo? Mm-hmm. Ja, dat zit in mijn telefoon. Ik zeg, hoe bedoel je telefoon? Ja, ik zit gewoon op WhatsApp zit ik te schrijven. Een beetje ideeën, sprokkelde ideeën. En geïnspireerd door zijn eigen denken. Het is iemand die veel nadenkt. Hij was metrochauffeur hier in de Brusselse metro. Hij vond van zichzelf geen goede leerling op school. Maar wel ongelooflijk geïnteresseerd. Mm-hmm. En heel erg geïnteresseerd geraakt door een Franse rapper, Akhenaton. En toevallig heb ik onlangs met hem in een programma gezeten. Dat is echt zo'n figuur geweest die voor... Wat Mark Didde voor Vlaanderen heeft gedaan, Akhenaton denk ik voor grote delen. Zo heel erg nieuwsgierig, heel toegankelijk en hameren op het belang van kennis, van leren, van weten waarover het gaat. Dat is geweldig. Heel humo heeft die rol vervuld in Vlaanderen. Ik zag dat bij mijn scoutsleiders bijvoorbeeld, hoezeer dat van belang was. Want moet weten wie James Joyce is. Mm-hmm. En Akhenaton zei van, moet weten waarover de Egyptische farao's het hebben. Hij is al genoemd naar een Egyptische farao. Maar ook gewoon geïnteresseerd in politieke geschiedenis, in koloniale geschiedenis. Mohammed is net hetzelfde. Gefascineerd door de oudheid, gefascineerd door de Griekse filosofie, gefascineerd door de traditie van het islamitische denken. Echt een self-made man. En hij zei, ja, een boek schrijven, dat kan ik niet, maar ik heb hier wel een aantal teksten. En toen hebben we ons een paar dagen samengezet. We hebben naar zijn teksten gekeken. Maar hoe ben jij bij hem terechtgekomen? Dat was na de aanslagen. Aanslagen in Brussel, hè? De aanslagen in Brussel, in maart 2016. En een vriendin van mij had hem toen leren kennen... Fatima Zibou had een betoging georganiseerd in Molenbeek, met de Molenbeekse bevolking, de moslims van Molenbeek, die zich uitspraken tegen wat er gebeurd was. En zij had Mohammed toegevraagd om een getuigenis te geven. En ik kende Fatima via de G1000, het democratisch project waar zij betrokken was bij het bestuur. En zo zei Fatima mij op een dag maar... Mohammed wordt na zijn televisieoptreden door verschillende uitgeverijen benaderd om een boek te schrijven. En dat zou je heel graag doen. Maar zou je hem daar eventueel wat kunnen bij helpen met het opstellen van zo'n tekst? Hij kon teksten schrijven, maar dat waren relatief korte teksten. Samen vormden die nog geen boek. Maar het materiaal lag er wel. Dus ik heb een beetje, zoals een beeld al in de blok marmer zit, zo heb ik met een beetje knip- en plakwerk geprobeerd daar een lijn in te steken. Ook aan de hand van een stuk interview met hem. We hebben twee boeken gemaakt, de Jihad van Liefde en dan de Odyssee van Mohammed. En ik denk dat de Odyssee van Mohammed misschien nog wel belangrijker is. Omdat hij daar... Dat is wat minder in de actualiteit. Het is minder in de actualiteit gekomen... Doordat er geen aanslagen meer waren, is heel dat... Wat klinkt dat vreemd? Ja, dat is natuurlijk cynisch. Ja. En plotseling waren er andere thema's die speelden. Dat tweede boekje is van minder aandacht gehad, maar ik denk dat ik het zelfs nog bijzonderder vind, omdat hij daar echt vertelt, niet alleen over de aanslagen, maar over zijn jeugd in Molenbeek. Ik heb ongelooflijk veel begrepen door wat hij toen verteld heeft. Over... ervaringen van vernedering. Ja. Ik, hoe langer hoe meer ben ik in mijn... Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat vernedering een van de minst gethematiseerde onderwerpen is in politieke filosofie, in geschiedenis. En het komt heel vaak terug
Koloniale samenlevingen zijn vernederende samenlevingen. Sommige vormen van de Europese Unie. De Europese Unie vernedert soms dat ze beseft dat ze vernedert. In Molenbeek heerst een gevoel van vernedering. Waarvan de daders niet goed beseffen dat ze vernederend optreden. Vernedering is iets... Ik heb laatst dus de etymologie van het woord vernedering opgezocht. Humiliatie. Dat komt van humus. Zelfde wortel. En het is letterlijk iemand met zijn neus in de dode rotte de bladeren duwen. En er is dus een mooi verschil tussen vernedering en nederigheid. Tussen humiliation en humility. Mm-hmm. Dus het ligt dicht bij elkaar, zou je denken. Ligt dicht bij elkaar. Ja. Maar bij vernedering en humiliatie onderga jij wat een ander met je doet. Mm. En nederigheid en humility, humbleness, is een soort... Kies je er zelf voor om van wat ik ook ben... Maar ik vergeet niet dat ik tot die rotte bladeren behoor en ook tot die rotte bladeren zal terugkeren. Mm-hmm. Dat is een heel ander gevoel. En dus door met Mohammed te praten en door Jihad van Liefde samen met hem op te schrijven, heb ik daar veel van geleerd. Ik heb sowieso veel van Mohammed geleerd. Vorige week nog iets met hem gaan drinken. We zien elkaar geregeld, mm-hmm. Dus echt wel een maat. En het woord jihad alleen maar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, wat kan je... Definieer jihad. Is in jouw woorden. Wel, jihad. Iedereen kent het vandaag als... Jihad is een van de vijf geboden. Een van de vijf pijlers van de islam. De heilige oorlog, zogenaamd. Dus dat wordt dan gezien als een argument van... Als je moslim bent, moet je te vuur en te zwaard het geloof gaan verbreiden. Te strijden trekken. Maar dat is eigenlijk de afgeleide betekenis van jihad. En daarom het boek Jihad van Liefde begint ook met de definitie uit een Frans woordenboek genomen, ik denk Le Petit Robert, waar de primaire definitie ook echt als eerste stond. En de eerste betekenis van jihad is de strijd tegen jezelf. Het engagement ten opzichte van jezelf. Het streven om jezelf te verbeteren. Als goede moslim dan? Of, als goede moslim. Ja. Maar eigenlijk, we hadden het daarnet al over als je in het streven naar egoloosheid. Past daar helemaal bij. Mm. Het besef dat je als mens nooit helemaal af bent. En de islam... ik heb bij Karen Armstrong, de Britse voormalige non, maar grote godsdiensthistoricus. Ze heeft dat boek geschreven, A History of God. Mm-hmm. En ze heeft ook een biografie van Boeddha geschreven, een biografie van profeet Mohammed, van Paulus en zo. Ze heeft echt ongelooflijk veel opgezocht en geschreven en ze schrijft prachtig. En ze zei, maar de islam, dat wordt vaak vandaag vergeten, maar dat was een godsdienst die heel erg aanstuurde op het moment dat op het Arabische schiereiland het kapitalisme aan het opkomen was. Al die families die met elkaar in concurrentie waren, omdat ze allemaal de grootste handelaar willen zijn. Het geldbejag, winstbejag, greed, was een groot deel geworden van de zevende eeuw waarin Mohammed opgroeide. En dus hij zei van, mensen, dit is een heilloos spoor. We moeten ons herinneren dat we klein zijn. En vandaar in de islam dat je de hoogste sultan tot de nederigste schoenpoetster gaat zich 5 keer per dag klein maken en knielen. Om te herinneren aan van hoe groot je politieke of economische of financiële welstand ook is. Mm-hmm. Je bent nog altijd maar een mens. Mm. Ja, dat is... En dus de jihad-gedachte is daarbij van... Werkt dan die soberheid? Werkt dan die... Ja, ik wist dat helemaal niet, maar het is Mohammed die mij dat geleerd heeft. En ik vind dat een mooie gedachte. En ik denk dat elke religie... Ik heb ook van Mohammed zelf... Het is een overtuigde moslim. Ik ben dat zelf niet. Ik ben atheïst. Maar de tijd dat ik eigenlijk kwaad was op religies, of dat allemaal belachelijk vond en achterhaald vond, is eigenlijk verdwenen, merk ik. Ik kijk met een veel mildere blik naar religies. Omdat je zeker als je kijkt naar de bron van veel religies, zit daar vaak iets heel waardevols achter. Ja, je had het daar straks ook al over. Het ritueel van de begrafenis bijvoorbeeld. Ja. Hoe belangrijk dat is om afscheid te nemen van en verder te gaan. Ja. Het moet een césuur zijn. Rituelen zijn van belang. En Karen Armstrong heeft ook een heel mooi boek geschreven over compassion. Mm. Mededogen. Beetje een vergeten woord in het Nederlands. Maar ze kijkt naar allerlei grote religies, Taoïsme, Confucianisme, Boeddhisme, Hindoeïsme,
islam, jodendom, christendom enzovoort. In veel van die grote religies komt de notie, de gouden regel. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Om het in schoon West-Vlaams te zeggen, in de tegelwijsheden van de... Maar eigenlijk, die gedachte zit er overal in. Ja. En dat is niet zo raar, want dat is ongeveer de basis van uw samenleving. Als die basis niet wordt gehuldigd, ja, dan krijgt een samenleving met veel geweld. Dat is plezant voor zij die bovenaan zitten, maar heel onplezant die onderaan zitten. En dan komen die toch in opstand en wordt de bovenste orde omvergeworpen. Dus die gulden regel is een appel, een oproep om tot empathie. En dat toch in zoveel religies voorkomt. De Dalai Lama heeft ooit in een interview prachtig gezegd: ja, religies, zegt de religieuze leider van het Tibetaans boeddhisme. Dat is toch ongelooflijk. Ik weet eigenlijk niet of we religies nodig hebben. En ik was één keer in Brussel, hier aan de Heijzel. Het was de dag van mijn verjaardag. En toen ben gaan kijken. Ben op mijn eentje. Ik heb veel bewondering voor de Dalai Lama. En wat een geluk dat wij in een tijd leven die de Dalai Lama als tijdgenoot mag beschouwen. Wat een uitzonderlijke man. Dat is echt een uitzonderlijke man. En dan mochten zo'n mensen wat vragen stellen. En dan hele mensen die staan aanschuiven aan die vier microfoons. 10.000 mensen in die zaal. En die eerste vragen zijn van, ja, your holiness. Ik zit vast in mijn meditatiepraktijk. En, why do you meditate? Zegt hij dan. Dat vindt hij eigenlijk allemaal flauw. Westerlingen die boeddhist worden, vindt hij allemaal flauwekul. En hij zei in een ander interview, zei hij van, religie, dat doet er niet toe. Wat is zijn boodschap dan? Religie, zei hij, dat is verschillende soorten thee. En een beetje verschillende kleuren, een beetje verschillende smaak. Het gaat over het water dat erin zit. En hij roept op naar een soort mondiaal ethisch bewustzijn. In de omgang met elkaar, mensen onderling, maar hoe langer hoe meer, de omgang met de natuur, met de wereld, met de planeet. Boeddhisme is interessant, het is de enige godsdienst waar het niet alleen om de mens draait. Hè. Dat is echt heel fascinerend, waarbij dieren van belang zijn, waarbij boeddhisten eten geen vlees op te beginnen. En dat vind ik toch heel fascinerend. En ik heb een trektocht door België afgelegd vorige maand. En ik ben begonnen met een heel dun boekje, onvoldoende om een maand te wandelen, maar ik laat me dan verrassen. En ik vond een nieuw boekje van de Dalai Lama, Red het Klimaat. Het echt van een wijsheid en een eenvoud en een moreel appel en ook een soort mildheid tegelijkertijd. Ja, ik ben zeer blij dat die man bestaat. Mm-hmm. Zoals ik ook zeer blij ben dat Desmond Tutu bestaat. En dan denk ik van, dat zijn religieuze leiders aan wie we toch veel te danken hebben. En leiderschap wil ik het straks nog... Ah ja, dat is goed. Ja, ik vind dat wel. Ja. Ik vind dat we... Ja, onze samenleving is heel erg seculier geworden. En dat is een vorm van bevrijding geweest. Dan moeten we eerlijker zijn. Als ik mijn moeder hoor praten over de nonnen die zij heeft meegemaakt en de hypocrisie en het geweld en het venijn En de vernedering. Dat is toch allemaal ook niet zoals het 2000 jaar geleden bedoeld is geweest toen dat christendom begon. Maar ik denk het religieuze feit... Ikzelf, het is misschien ook vanuit mijn opleiding archeologie... Veel belangstelling voor antropologie. Je kan een samenleving niet begrijpen als je geen belangstelling hebt voor zijn spirituele dimensies. Mm-hmm. Er zijn wereldwijd in de loop van de geschiedenis nauwelijks samenleving geweest, ik ken er zelfs geen, zonder vormen van religie. Ik ken er geen, denk ik. Het kan zijn dat er bestaan, ik heb ook niet alles bestudeerd, maar de secularisering is een zeer recent en een zeer in de ruimte beperkt fenomeen. Mm-hmm. Heb je dan het gevoel dat je als atheïst, zoals je jezelf omschrijft, een betere, helderdere blik hebt op die andere, op de religies? Omdat je daar een stuk buiten staat? Of neem je hier en daar iets van rituelen over van de verschillende religies? Het gaat niet over rituelen. Ik denk dat er tradities van wijsheid zijn. En ik denk dat religies die op een bepaald moment succesvol zijn geworden, hebben een boodschap verspreid die op momenten van geestesnood betekenis hebben gehad. Ik denk dat we vandaag ook in een tijd van geestesnood leven.
We hebben een economische welvaart, maar we hebben een enorme geestelijke armoede. De weelde die we aan de buitenkant accumuleren, is vaak een poging om de leegte aan de binnenkant te compenseren. En dat lukt niet heel goed, eerlijk gezegd. Het is niet omdat je bij de Primark kunt aanschuiven en daar 3 broeken voor 12 euro kunt kopen, dat je je beter in je vel gaat voelen. Consumentisme is een heel ongelukkig antwoord. Het is een heel begrijpelijk antwoord op een soort geestelijke leegte, op een spirituele leegte. Op een vorm van eenzaamheid ook. Maar in die zin vind ik het is niet raar dat religies in zulke tijden ontstaan zijn. Mm-hmm. Ik verlang niet terug naar het feit dat de tijd dat België weer volop religieus zou zijn. Mm-hmm. Maar ik heb soms een gemakkelijker gesprek met een monnik in Orval. Ik heb er ooit moeten gaan praten en de abt, die leven in stilte, maar de abt kwam dan met mij ontbijten. En ik heb een heel eind, hij is nu bisschop geworden. Mm-hmm. Ik vond dat een ongelooflijk interessante man. Ongelooflijke rijke man. Ongelooflijke... Ja, ik kan daar makkelijker mee in gesprek blijven dan veel andere mensen in dit land vandaag. Mm-hmm. Voor wie waarden verworden zijn tot waarde. Mm-hmm. En waarde tot prijs. Dat vind ik een verarming. Mm-hmm. Het neoliberalisme is wel een kaalslag geweest voor het geestesleven. Het gaat door hier vandaag, tot in het onderwijs. We zijn het allemaal aan het weghakken. Alles dat waardevol is, lessen kunstgeschiedenis, Latijn, muziek. Er is zoveel waardevols wat erin zit. En ik... Dus in die zin heb ik ook een soort... als ik met Mohammed spreek, dat is een moslim, een moderne moslim in België vandaag. En hij zegt soms ook, ik kan makkelijker met jou praten dan met de fanatieke moslims in Molenbeek. Ik heb daar niks mee. Maar als het gaat over het zorgen dat je ergens referentiekaders vindt. Hij zei iets, en dat staat in het eerste boekje Jihad van Liefde. Had ergens gelezen een citaat van El Ghalidi, geloof ik, die zei: reis naar de grens van uw godsdienst en u zult er de andere godsdiensten ontmoeten. Dat is echt fantastisch, hè? En ik denk, er is ook een metafoor, hij citeerde het ook van... wat was het? De godsdienst, dat zijn scherven van de spiegel die uit de lucht zijn gevallen of zo. En elke spiegel reflecteert iets van de lucht. Mm. Mooi, hè? Mooi, ja. Mooi, hè? Mooi. En ik denk... Nee, ik kan ook... Ja, dit soort idee van je moet strijden tegen godsdienst, dat heb ik niet. Mm. Ik heb ook dat theaterstuk Missie geschreven. Ik heb missionarissen geïnterviewd. Ik heb hen ook gezegd van, mensen, ik ben niet gelovig. Ik kom uiteraard uit een katholiek West-Vlaanderen. Ik heb op een college gezeten enzovoort. Maar ik had er goede gesprekken mee. En toen het stuk al uit was en speelde, ik was nog eens opnieuw in Congo en dan kwamen er missionarissen vragen, mag ik eens mijn verhaal aan u vertellen? Die mensen hebben ook behoefte om eens op verhaal te komen. Hè? Dat vond ik... En wat zou... Ja, misschien heb je dat al gezegd, hoor. Wat is jouw religie? Mededogen. En mildheid. Maar niet mildheid in de zin van het is allemaal goed, hè. Het is... En ik zou misschien vroeger gezegd hebben... mededogen voor alles wat menselijk is. Ik besef hoe langer hoe meer... Toen ik pas begon te studeren, viel de muur. En in de jaren 90 kwamen toen mensenrechten op. En heel veel van mijn denken is daardoor gevormd geweest. Mensenrechten waren het allerhoogste. En in de jaren 80 daarvoor had ik aan het plafond van mijn jongerenkamer had ik affiches hangen, overal affiches. Het is mijn vriend, blijf eraf. De strijd De strijd tegen racisme werd al gevoerd, intens gevoerd in de jaren 80 ook. Dus dat intermenselijke geweld, dat is er voor mij al heel snel meegespeeld. Op de middelbare school was ik secretaris van de sociale werkgroep. Projecten rond Bolivie en Cameroen, grote projecten opgezet. Want ik vond dat wij in het welvarende West-Vlaanderen moesten betrokken zijn bij wat jongeren in Cameroen of wat arbeiders in de tinmijnen van Bolivie en zo. Ik was toen al heel erg bezig met derde wereldproblematiek.
in het Derde Wereld Filmfestival in Brugge. Ik ging daar naartoe. Ik ben ooit nog eens van Brugge naar Brussel gewandeld, 5 dagen lang. En over, onderweg kregen we s'avonds lezingen over plattelandsvrouwen uit de Kivu en zo. Dus dat was deel van mijn... En dus dat mensenrechten, derde wereldproblematiek, ongelijkheid, dat is heel erg aanwezig geweest. Dus mededogen, ja. Maar eigenlijk, wat er de laatste 20 jaar groter en groter is geworden, is besef van dat humanisme, want dat was het eigenlijk. Misschien zou ik 10 jaar geleden gezegd hebben, mijn religie is het humanisme. Ja. Maar als het humanisme niet oplet, wordt het een nieuwe vorm van antropocentrisme. Een humanisme dat niet ingebed is in een ecologisch denken, kan de planeet nog altijd kapot maken. Je kan een totaal uitgeputte planeet hebben waar de mensenrechten gerespecteerd worden. In theorie. Ja. In de praktijk gaat het vernielen van het leefmilieu en de natuur meestal hand in hand met het vernielen van maatschappijen. Dat natuurlijk wel. Maar een strikt humanisme... Het humanisme is ontstaan op het moment dat... klimaatvraagstukken nog niet spelen. Het humanisme is ouder dan de stoommachine, laat ons wel wezen. Er waren nog weinig parts per million in de atmosfeer om al in de ontstaan van de humanisme, ergens in de 18e eeuw, en zelfs nog de voorloper daarvan bij Erasmus enzovoort, toen was er nog letterlijk geen vuiltje aan de lucht. Dus het humanisme is ouder dan de klimaatopwarming, uit bedreiging van de biodiversiteit, waar we nu allemaal volop mee te maken hebben. Dus een nieuw soort van humanisme, dat kan natuurlijk wel. Hè? Een aangepast vorm. Dat gaan we nog niet ver genoeg, een aangepast humanisme. Want dan blijf je de mens centraal stellen. We hebben op een bepaald moment moeten aanvaarden, in de renaissance, dat de aarde niet in het midden stond, zoals de zon. We moeten nu op het punt komen dat de mens niet in het midden staat. Het gaat, wij zijn onderdeel van een soort zonnestelsel. Maar dat bedoel ik mee op het niveau van de aarde. Mm-hmm. We zijn onderdeel van een groter geheel. En we zullen moeten van ons humanisme voldoende inbedden om het... wat er de laatste jaren ontdekt is over hoe bomen met elkaar communiceren. Nu over dat boek nu wat net verschenen is van Melvin... Hoe heet hij nou? Sheldrake, de zoon van Rupert Sheldrake. Hoe schimmels met elkaar communiceren. De wereld van de mossen. Dus dat is bijna bewustzijn wat daar speelt. Ja. Als je beseft dat er elke dag vandaag rond de 150 soorten uitsterven. Elke dag. Als vandaag afgelopen is, dit is ongeveer de loop van dit interview, zullen er 150 soorten minder zijn. Dat is hallucinant. Dat is hallucinant. 1 miljoen diersoorten, 1 miljoen dieren- en plantensoorten zijn met uitsterven bedreigd de komende jaren. We zitten volop in de 6e massa-extinctie. Dat is ongelooflijk. En er is nu eindelijk een beetje bewustzijn over klimaatopwarming. Maar als we eerlijk zijn, dan is het verlies van biodiversiteit nog dringender dan het verlies van de klimaatopwarming. Voor de klimaatopwarming hebben we nog ongeveer... de komende 10 jaar moeten we de grote ingrepen doen, maar we hebben tot 2050... Als het gaat over biodiversiteit, dan hebben we nog minder dan 10 jaar. Ik heb mij ooit laten vertellen, het totale gewicht van de gewervelde biomassa, als je alle gewervelden, dus dat gaat van sardientjes tot olifanten, als je die allemaal op een weegschaal zou zetten, dan is van dat totale gewicht, planetaire biomassa van de gewervelden... Ken je het cijfer? Ja, nee, ik ken hoeveel het niet, zijn er nee. nog wilde dieren vandaag, wilde gewervelden? 3%. 40% is de mens, 60% zijn de beesten van de mens. Onze koeien, onze varkens, onze kippen. 60% van de gewervelde biomassa vandaag is veeteelt. En dat zijn de gewervelden, hè? Dat zijn dan nog de meest... We spreken nog niet over kevertjes of onbekende mossen die nog niemand beschreven heeft. Het is echt ongelooflijk. En het gaat zo hard. En ik hoor al sinds mijn kindertijd, we moeten zorgen voor het milieu. Het rapport van de Club van Rome in de jaren 70, de zure regen in de jaren 80. Dat gaat al lang mee. Ja, waar is de zure regen gebleven? Wel, in die zin is het moeilijk, denk ik, voor klimaatactivisten en biodiversiteitsbeschermers... De millenniumbug was niet zo erg als voorspeld. De zure regen bleek niet zo erg als voorspeld. Ja. Er is een soort vermoeidheid van, het zal wel meevallen. Ja, of het zal wel zo erg niet zijn. De klimaatopwarming, ik hoor deze week
informatie vanuit het IPCC. Ze zijn dus het klimaatpanel van de Verenigde Naties, waar dus 3000 grote wetenschappers wereldwijd aan meewerken. De rapporten die er nu zitten aan te komen, maar die zijn apocalyptisch. Die zijn apocalyptisch. En dat is ook de reden waarom... Ik neem dat IPCC zero serieus. Mm-hmm. Ik ben zelf geen klimaatwetenschapper, maar daar zitten de hersenen van de wereld die daar eens over te zeggen hebben zitten samen. Ik heb genoeg met professor Van Ieperseel gesproken, die ooit de vicevoorzitter was van het IPCC. Dat is toch zeer hoog. Alle alarmlichten staan op bloedrood. En dat is voor mij de reden dat ik heb besloten van... Ik zal even geen historische boeken meer schrijven. Ik ga nog schrijven. Maar ik wil... Het is alle hens aan dek. En daar kan ik misschien een beetje proberen te helpen. Met mijn boeken, ook met mijn gesprekken met politici. Als het gaat van mensen... Met de huidige democratische instrumenten gaan we er niet ver genoeg kunnen geraken. We gaan te laat zijn. We moeten versnellen. En een manier om ambitieuzer te gaan werken is door burgers daarbij te gaan betrekken. Ik ga daar een deel van mijn tijd in stoppen. Ja, dat is dan jouw manier van activisme. Ja. En dat is activisme wat... je hebt verschillende vormen nodig. Iedereen heeft zijn rol. Je hebt mensen nodig die kwaad op straat komen en voor onrust zorgen. En daarnaast heb je mensen nodig die... die in gesprek kunnen gaan met politieke leiders. Mm-hmm. Je hebt en Malcolm X en Martin Luther King nodig. Ik voel me... Het is gewoon de persoonlijkheid die ik heb. Ik kan ook zeer fel zijn. Maar ik probeer om een klein beetje de dialoog gaande te houden. Maar ik besef ook hoe langer hoe meer... Ik heb dat eigenlijk maar laat beseft. Dat is mijn vriendin die het laatst zei. Dat net het zijn de militantere stemmen die ruimte maken... dat degene met wie er nog een redelijk gesprek mogelijk is, op gesprek worden uitgenodigd. Ja, ja. En dus ik zie nu dat er in toenemende mate politici zijn, op alle niveaus, lokaal, provinciaal, nationaal, Europees, zelfs op wereldschaal bij de VN, die klaar zijn om te kijken van hoe kunnen we burgers beter betrekken bij besluitvorming. Dus dat verlangen is daar, maar hoe je dat doet... Mm-hmm. Is nog niet duidelijk. Ja. En denk je, ga jij dat dan doen in de vorm van boeken schrijven, toch? Ook? Of? Oh, niet alleen. Ik heb er al boeken over geschreven. Maar ik ben nog altijd betrokken bij de G1000. Ja. De organisatie die ik 10 jaar geleden heb opgezet. G1000 ligt ook aan de wieg van een Europees netwerk. Democracy R&D, Research and Development. Dat is een wereldwijde organisatie van experten rond nieuwe democratie. En wij worden gevraagd door overheden die input willen krijgen. Duitsstalig België was klaar. De voorzitter van het parlement en de regeringsvoorzitter, de minister-president, die waren benieuwd naar de volgende stap. Op een moment heb ik die mensen in Brussel ontmoet en die zeiden van, hoe zouden we dat moeten doen? Ja. Ik zei, ik heb er een paar ideeën over, maar het lijkt me ideaal als we de grootste experten ter wereld voor een aantal dagen in Eupen samenbrengen om daar de blauwdruk uit te tekenen. In gesprek met de politici, we hebben veel gesproken met alle partijen, elke partij even nog serieus genomen. En dan zijn wij met onze experten samen gaan zitten, in volle hittegolf, ik weet het nog goed, hebben we zitten ontwerpen. En dat was moeilijk werk, want iedereen van ons had heel veel ervaring met burgerparticipatie, deliberatieve democratie, burgerassemblées, al die processen. Maar Duitsstalig België vroeg van, wij willen dit permanent maken. En wij willen dit zelfs onderdeel maken van onze instellingen. Vandaag is Duitsstalig België de eerste plek en nog altijd de enige plek ter wereld waar je naast het verkozen parlement een geloten burgerraad hebt. Een permanent geloten burgerraad. En dat is niet een planneke van één politicus of wat dan ook. Nee, als ze allemaal dood zijn, gaat dat nog altijd bestaan. En het is unaniem gestemd geweest door het parlement. Het is in het Belgisch Staatsblad verschenen. The Economist heeft daar verschillende keren over geschreven. Dat is echt wel belangrijk. En ik zat toen die avond toen dat gestemd werd, zat ik in dat Duitsstalig parlement. En ik dacht van, dit is geen boek. Dit is het resultaat van geduldig praten met politici. Van alle slag. Van geduldig praten met experten. En van zoeken. En ik had daar een ongelooflijke... Ik was zeer ontroerd die avond, moet ik zeggen. Mm. Ik vond dat ongelooflijk dat er een plek ter wereld was waar verkozenen zeiden,
Wij denken dat we de burgers mogen vertrouwen. Mm. En we gaan dat vertrouwen ook laten blijken. We zijn geïnteresseerd in die burger. Niet alleen op de dag van de verkiezingen, maar ook daartussen. Dat was echt heel bijzonder. En dan vooral ook als het klimaat daar op tafel komt. Wel. Daar, ja. En dat is nu, ik denk, die manier van die burgerpanels, dat is een krachtig instrument. Het is denk ik een van de laatste middelen die we hebben om democratie te gaan vernieuwen, die we vandaag zien. Afgelopen 40 jaar is er veel onderzoek naar gedaan. Afgelopen 20 jaar bestaat het op verschillende plekken. Macron heeft het nu gebruikt voor zijn klimaatconventie, la Convention citoyenne pour le climat. 150 geloten burgers uit heel Frankrijk die een heel pak aanbevelingen hebben opgesteld. Goede aanbevelingen, interessant werk, doortastend. Burgers die door en er zaten ook veel klimaatskeptische burgers bij. Het is, ze hebben niet alleen mensen geloot die al overtuigd waren van de ernst van de klimaatzaak. Ze hebben gezegd, voor de geloofwaardigheid van dat panel moet daar ook op vlak van klimaatbeleid het hele spectrum vertegenwoordigd zijn. Evenwichtig verdeeld. Ja. Voilà, evenwichtig. Ja. En die hebben schitterend werk geleverd, maar nu zie je dat het heel moeilijk is om die aanbevelingen om te zetten in politiek. Mm-hmm. En dat is nu de grote uitdaging. Ja. Morgenavond wordt er in Brussel een internationaal netwerk opgericht, NOCA, Knowledge Network on Climate Assemblies. Wordt opgericht door de European Climate Foundation. Wij zijn daar met de G1000 een beetje bij betrokken, maar ik ga spreken op de lancering daarvan. Nogmaals, dat resulteert niet in literaire teksten met een ISBN-nummer op de achterflap. Dat is een webinar wat misschien door een paar honderd mensen wordt bijgewoond, maar het is echt wel belangrijk. Kan je dat dan een soort van jihad voor het klimaat? Ja, dat zal absoluut nodig zijn. Het is niet meer te redden. We zijn nu al te laat. Hè? We moeten, koste wat kost, een planetaire opwarming van meer dan 1,5 graad zien te vermijden. Dat klinkt niet veel, maar... Ja, dat is gigantisch veel. Dat is het verschil tussen 37,5 lichaamstemperatuur en 39 graden lichaamstemperatuur. Dat is echt dat verschil. En we zitten nu al aan 1,1 graad. Mm. En met corona hebben we gelukkig gezien dat onze politiek en zelfs onze burgerbevolking in staat is om de ernst van de situatie in te schatten. Als het maar niet te lang duurt, denk ik. Maar ik denk dat de klimaatmaatregelen zullen minder beperkend zijn, minder vrijheidsbeperkend zijn dan de coronamaatregelen. Mm. Integendeel, ze zullen ons leven verbeteren. Mm. We zullen in aangenamere steden gaan wonen. We zullen beter eten. We kunnen langer leven. We eten slecht, hè. Op mijn trektocht door België nu, ik heb gezien hoe ongelooflijk slecht mensen eten in België. Ik denk dat er een heel pak maatregelen zijn die niet alleen goed zijn voor het klimaat en niet alleen voor de kleinkinderen van 4 generaties verder, maar al vandaag. Maar er is een soort hardnekkigheid. En dat heeft onder meer ermee te maken dat veel van dat denken van het klimaat is omwille van ongelukkige omstandigheden in linkse hoek beland. En we leven in tijden van polarisering tussen links en rechts. We hebben dat gezien in Amerika in de tijden van Trump. Dat is naar Europa komen overgewaaid. Die sociale netwerken versterken nog die bubbelvorming. Dus voilà, klimaat is ineens een links onderwerp geworden. Maar ik denk, mensen, het is een veiligheidsissue. Het is een rechtse issue. Hè? Als rechtse partij u zorgen maakt over islamterrorisme, dan kunt u maar beter zorgen maken over klimaatopwarming. Veel grotere dreiging. Het is een veiligheidsissue. Hoezo natuurbescherming is een links thema geworden? Het gaat over conservatie. Als jij een conservatief politicus bent, moet je je conservatie aantrekken. Er zijn heel veel argumenten om af te stappen van dat idee dat milieu en klimaat linkse thema's zijn. Het is eigenlijk zo'n thema bij elke partij. Moet je niet alleen links, absoluut, rechts, centrum, alles. Iedereen, het drangt iedereen aan. Absoluut. Ja. Ik zag laatst de resultaten van een enquête in Vlaanderen. Welke thema's associëren Vlamingen met welke onderwerpen? Dat is de klassieke test natuurlijk. Een klassieke test. En uiteraard de socialisten en de sociale thema's, pensioenen enzovoort. Maar dan de partij die het meest werd geassocieerd met klimaat, want het was zo een sterdiagram. Groen werd daar helemaal gezien. Maar ik denk, maar dat is niet goed. Ja.
het allerbeste wat groen zou kunnen overkomen, is dat hun ideeën worden gejat door andere partijen. Mm-hmm. Omdat die onderwerpen mogen niet vasthangen aan één partij. Het gaat over het voorbestaan. Het gaat dan niet over het voorbestaan van de groene kiezers. Het gaat dan niet over het voorbestaan van hoogopgeleide stedelingen die graag kiazaten eten en quinoa weten. Nou eens, dat moeten we. Hey, daar gaat het toch niet over? Het gaat toch over ons huis? Greta Thunberg zei, ons huis staat in brand. Maar het is waar. Ze heeft 200% gelijk. Het gaat wel zo rap niet lopen. We gaan wel technologie vinden. Ja, gemakkelijk. We gaan wel technologie vinden. Dat is nogal, we gaan gewoon verder doen. Wij stelen vandaag van de toekomst. We zijn aan het... Kolonialisme is niet alleen iets van verleden, hè. Het besef groeit dat kolonialisme uit het verleden toch wel zeer donkere kanten had. Ik ben blij dat het groeit. Hè. Ik ben blij dat Black Lives Matter dat in de verf zet. Ik ben blij dat we bewustzijn hebben over wat er in Congo is gebeurd, wat de Nederland en Indonesië hebben gedaan. Ik ben blij dat we eindelijk aan het kijken zijn dat Nederland niet alleen stond. Dat heeft te maken met het Brits en het Frans en het Portugees en vroeger was het Duits kolonialisme. Maar dat is nog allemaal de blik naar het verleden richten. We moeten ook beseffen, het kolonialisme loopt door tot vandaag in de vormen van raciale discriminatie, maar het loopt gewoon door naar de toekomst. Wij vandaag plunderen de toekomst. We zijn aan het stelen van onze kleinkinderen. Elk jaar heb je ik kan me daar echt over opwinden. Ik merk het, ja. Elk jaar krijgen wij Overshoot Day. Mm-hmm. Dat is de dag in het jaar waarop onze grondstoffen eigenlijk op zijn. Allemaal vroeger in het jaar. Het was februari dit jaar. Was dit jaar februari? Ik weet niet waar het dit jaar ging. Ik denk dat februari was ergens. Dat betekent dus dat we de rest van het jaar consumeren wij de voorraden op, het proviant consumeren wij op van 2022. En dus 2022 gaat al bij 2023 te lenen. Maar de vraag blijft, hè, David, hoe krijg je die boodschap... Hoe breng je die over? Hoe kan je dat besef bij de mensen levendig maken? Hoe kan je mensen bang maken eigenlijk? Ik denk dat je mensen moet bang maken. Dat zijn communicatievragen. Ik kan in vele richtingen gaan denken. Ik merk wel, en in die zin ben ik blij dat morgen dat kennisnetwerk over climate assemblies begint. Dat wat we zien, zeker in Parijs bijvoorbeeld, waar er ook klimaatsceptici aan boord waren, dat veel van die burgers, ook van die mensen die wisten wat er speelde, die groepen geloopte burgers komen samen, niet alleen maar om te zeggen van we moeten dit en dat doen, die zijn over een periode van 7 maanden samengekomen, 1 weekend per maand, met corona een stukje online en dan hebben ze het weer anders gedaan. En in de eerste weekends kunnen ze experten uitnodigen. Ze hebben ooit zelfs Macron als expert uitgenodigd. Dus Macron, de president, moest daar komen op verzoek van het burgerpanel. Maar ze nodigen ook klimaatexperten. En, dus en dat zijn niet alleen experten die al besteld zijn door de overheid. Mm-hmm. Er wordt zelf gekozen van wie brengen we... Dat is het beste. Ja. Die klimaatsceptici moeten zelf kunnen kiezen wie er moet komen spreken. En ik heb gehoord van de mensen die die processen gevolgd hebben... Mensen zijn totaal in paniek geschoten. Hun monden zijn opengevallen. En mensen hebben gezegd van... Maar waarom is het niet elke dag voorpagina nieuws? Eigenlijk zouden ze misschien bij wijze van voorbeeld... de getuigen van Jehovah moeten volgen... en gewoon aan de deur gaan bellen... en de boodschap brengen van mensen. Ik zeg het hier ook, ik zeg het tegen Vlaamse hoofdredacteurs van kranten... Jullie hebben nu elke dag met corona zo'n dashboard. Ja. Hoeveel opnames, hoeveel zieken, hoeveel doden, hoeveel mensen op intensive care. Elke dag. Je zou dit maandelijks kunnen doen, want klimaat gaat een stuk trager dan corona. Je moet dit gewoon maandelijks doen over bijvoorbeeld hoe groot is ons carbonbudget nog. Dat is berekend. We weten precies hoeveel we als wereld nog mogen uitstoten. We weten hoeveel België nog mag uitstoten. Hoeveel ppm, parts per million, dat is koolstofpartikeltjes in de atmosfeer. Daar wordt nauwelijks over gesproken. We zijn vorige maand zijn we de 420 ppm overgegaan. Je moet weten dat we de afgelopen 800.000 jaar nooit boven de 330 zijn gegaan. Dus dat is altijd maar geoscilleerd, gekabbeld. En ineens, paf, dat is daar aan het pieken. En die waarneming, dat is een observatorium op Hawaii, wat dat opmeet...
We zijn voor het eerst over de 420 gaan. Dat zou moeten wereldnieuws zijn, overal. Maar je krijgt dat idee niet verkocht. Ja. Dus dan kan je twee dingen doen. Ofwel zeg je, we gaan met harde hand beleid gaan afkondigen. Dat is de Chinese wijze. En als er protest is, gaan we ze onder de knoet houden. En we leven in een soort surveillance maatschappij, waar we alle nieuwe technologie die ons ter beschikking staat gaan gebruiken. Sociale media, gezichtsherkenning, tracking enzovoort. Mm. We weten altijd, kijk wat er met de Oeigoeren gebeurt. Als je in Xinhua, de westelijke provincies van China, binnenreist, moet je gsm afgeven en er wordt tracking software geïnstalleerd. Dus dat is één mogelijkheid. Ja, of... Andere mogelijkheid is zorgen dat in klassieke democratieën zoals wij die hebben, dat we het ongelooflijk moeilijke werk van dat doortastende beleid, dat we niet alleen aan onze politici moeten overlaten, want ze gaan het niet zonder kleerscheuren kunnen doen. Dat is de grote uitdaging. En dat zullen we moeten doen met burgers erbij. Die Franse burgers, die hebben nu meegedaan aan de klimaatpanel, die zijn om. En het indrukwekkende is, omdat de communicatie daarover goed was, zijn ook grote delen van die Franse samenleving om. En dat is heel straf. Want als het enkel 150 mensen zijn die van mening zijn, is het veel te weinig. In Ierland heeft men geloten panels gebruikt om de grondwet te veranderen als het ging over het homohuwelijk en abortus. Maar die aanbeveling van dat burgerpanel zorgde nog niet onmiddellijk voor een wijziging van de grondwet, maar het moest naar het parlement en het parlement moest dan een referendum organiseren. En dan doet de grote groep opnieuw mee. En ik ben nu aan het kijken om het combineren van vormen van burgerassemblées met vormen van referenda. Ik ben niet zo'n voorstander van het klassieke referendum. Dat is een ja-nee-vraag. Ik ben veel meer voorstander van een preferendum. Een preferendum is een oude methode uit de 18e eeuw, waarbij je een aantal opties hebt. En dan mag je aangeven in hoeverre je het eens of oneens bent. Ja, ja. Een beetje zoals met de stemtest, de stemwijzer. En op het einde geef je aan wat voor jou echt van belang is. Dat hadden ze in Groot-Brittannië misschien ook beter gedaan. Met de Brexit? Ja. Maar absoluut. Maar ja, absoluut. Ja. Het is belachelijk om zo'n complex onderwerp in een simpele ja-nee-vraag in één ronde. Het voordeel van een referendum, iedereen spreekt mee. Het is zeer inhoudelijk. En je mag bovendien je mag alles vinden. Niemand wordt scheef aangekeken omdat hij over migratie een ander standpunt erop nahoudt dan de hoogopgeleiden in zijn land. Je mag van alles vinden. En op het eind van de rit heb je in plaats van een verdeelde samenleving, zoals meestal na een referendum het geval is, heb je een lijst van gedeelde prioriteiten. Stel dat die 149 aanbevelingen van Macron naar een referendum zouden zijn gegaan in Frankrijk. 149 vind ik nu wel veel. Misschien zou je het nog moeten reduceren, dat weet ik niet goed. Stel nu nog die 149 en elke Franse burger mag in het stemhokje aanduiden, of zelfs van achter zijn computer, wat moeten we de eerstkomende 5 jaar doen? Dat is important. De prijs staat erbij. Hoeveel gaat ons kosten? Hoeveel gaat ons opbrengen? Staat erbij. Net zoals je met de vergadering van mede-eigenaren, als je zo in een flatgebouw woont. Okay. Het is net hetzelfde. Oké, gaan we eerst de corniche vervangen, de goot vervangen, of moeten we iets aan onze lift doen? Het is een werkbare manier. Het is een werkbare manier. En laat mensen, dit is voor mij van belang, dit is voor mij van belang. Snelheid verlagen op de snelwegen, nee, dat gaan we nog niet doen. Meer openbaar vervoer, doen. Enzovoort. Op het eind van de rit geef je aan de regering een pakket van hier. Hier bestaat consensus over. Ja, we gaan moeten vooruitgaan. We gaan echt moeten vooruitgaan. En ik hou niet van het Chinese alternatief. Nee, dat kan ik me inbeelden. Ik denk dat weinige mensen daar voorstander van zijn. Ja. Maar zo zijn we dan uiteindelijk van de jihad bij het klimaat terechtgekomen, David. Ik wist dat ik de K anders moest invullen. Wat heb je daar?